Het gaat om briefjes van 50 euro die het heel professioneel naimakken binnen. Een van de jongens die het oppakt is, hier 160 valse biljetten in zijn bezit. De jongeren wisten goed hoe ze het uit je Mag je voorstellen dat ze dus een badje koffie kopen en ze betalen je maar 50 euro. En uh, ja, daar krijgen ze dus geld van. Waarom. Maar ze zijn eigenlijk heel bewust hier zo aan het werk. Uh, ze ziek je echt benammen uh, sportkantines op. Drokken horecazaken, werden eigenlijk de naaiworkers ja, heel drok hebben en wat minder opletten binnen. En ja, daar moet je ze dan broek van. De fjouwe vertochten die het nou ver zitten, komen uit Drachten en Jestermar. Een sneekbare eigenaar die betellen waar maar vals hield, bellen maar hier in een en houdt de jongens verst. Zak aan deze zaak gewoon het rollen. De politie is dwanden maar een grut onderzoek en denkt in kwatten nog meer vertochten op te pakken. De weken komen de webvertochten in beeld, die we gewoon houden. En ja, we zullen zien of we misschien nog meer achterhalen kennen, want we denken dat het grutter is dan alleen nog deze fjouwer. De politie roept ondernemers op om er extra goed om te denken Al te betellen we maar briefjes van 50. Nou, dat kist echt wel een beetje Sjen en vielen onder het papier, maar het is wel heel goed nodig maken. Dat we er wel bij, zijn. het mooiste is natuurlijk dat ze een scanapparaat heeft. Dus wanneer ze de briefje dus binnenhelst. Direct even event de scan helst, en dan wel direct of het, het vals is of net.